Welkom allemaal. Ik ben laatst iets heel leuks tegengekomen op het kanaal van Tina van Shabby Dabby Doodah. Zij is van plan in de dagen tussen kerst en oud en nieuw een heel papierblok op te maken. Ikzelf ben na kerst de kerstknutselspulletjes gaan opruimen en kwam erachter dat ik ook wel heel veel blokken heb die ik eigenlijk niet of nauwelijks gebruik. Dus dit leek me ook wel een leuke challenge. Ik neem jullie mee met een papierblok wat ik al meer dan een jaar heb liggen. Dat is deze. En daarin, het is niet meer helemaal volledig. Maar daarmee wil ik deze challenge aangaan. En ik heb ook al wel een paar ideetjes wat ik ermee zou willen doen. Maar nog niet alles. Er zitten geloof ik 17 hele vellen in. Heel veel met goud waar ik niet zo heel erg van hou. Daarom gebruik ik hem dus waarschijnlijk ook nooit. Maar hiermee wil ik dus aan de slag. En ik hoop dat ik je kan inspireren om ook dat papierblok te pakken waar je eigenlijk niet zo dol op bent, maar niet kunt weggooien. Wat ik vandaag wil gaan doen, is eigenlijk heeft ook met het opruimen te maken. Ik wil graag voor de 6x6 blokjes, deze, wil ik bakjes maken, zodat ik ze daar netjes in kan leggen. Want nu liggen ze in een grote doos. Een beetje door elkaar en ja, zie ik ze dus nooit. Dus ook die gebruik ik dan eigenlijk te weinig. En dat is natuurlijk zonde. Die blokjes zijn 15,2 centimeter breed. Dat is zeg maar die 6 inch. En dan wil ik mijn bakje 15,5 centimeter breed maken. Zodat ze er mooi in passen. En 5 centimeter diep. En dan maak ik altijd een tekeningetje. Zodat ik zeker weet welke maat papier ik moet snijden. En waar ik de rillijnen moet zetten. En voor dit bakje moet ik dus 25,5 keer 30 centimeter snijden. Dus dan heb ik al een heel scrapvel voor een heel groot deel gebruikt. Nu ga ik uitrekenen waar ik mijn rillijnen wil hebben. Ze moeten op 2,5 cm, op 12,5 cm, 17,5 cm en 27,5 cm op de 30 zijde. Dus op de kant van 30 cm zet ik tegen mijn rillijn aan en daar zet ik dus lijnen. De eerste dus op 2,5 cm. De tweede op 12,5 cm. De derde op 17,5 centimeter. En de vierde, de laatste, op 27,5 centimeter. Nu draai ik mijn scrapvel een kwartslag en ga even uitrekenen hoeveel centimeter die andere moet krijgen. En dat is op 5 en op 20,5. Dus één rillijn op 5. En eentje op 20,5. Zo, het snijrilmachine kan weg. Oeh, het draad van de verlichting. En dan heb ik nu mijn schaar nodig. Ik ben even goed aan het kijken. Dit is de bodem, dat worden de zijkanten. Dus dan ga ik alles inknippen en wegknippen. Dat ik uiteindelijk alleen nog maar de bodem, de zijwanden, wat plaklijnen en een versteviging voor de bovenkant overhoudt. Hier knip ik die twee flapjes die aan de bodem vastzitten, zeg maar, die strakjes omhoog geklapt worden, knip ik in. En dat worden lijmrandjes, die knip ik ook altijd een klein beetje schuin in, zodat ze niet in de weg zitten met het opvouwen. Ik vouw hem al een klein beetje in elkaar om te kijken of het klopt wat ik aan het doen ben. Dus die twee komen dan vastgeplakt aan de zijkant. En die andere kant die gaat daar strakjes overheen, zodat ik een mooie stevige zijwanden heb. Dus dan is het bijna twee lagen dik. Maar dan wordt het lekker stevig. En boven in de hoek haal ik nog vierkantjes weg, rechthoekjes weg. Omdat ik de bovenrand
wil verstevigen met een extra laagje. Dus die vouw ik straks om. En dat knip ik ook een klein beetje schuin in. Zodat dat niet in de weg zit. Dus dat die ietsje smaller is dan het bakje straks op zichzelf. Later als ik hem in elkaar plak, zul je goed kunnen zien wat ik bedoel. Zo, dus hier in het midden is mijn bodem. Dit zijn de twee zijwanden. Of de voor- en de achterkant eigenlijk, die grote vlakken. En die kleine vlakjes zijn de zijwanden. En dan ga ik het nu in elkaar plakken. Eerst doe ik op de kleine flappen een beetje lijm. En dan plak ik die zo tegen die zijkant aan. En dan komt de andere kant aan het midden eroverheen. Of aan de binnenkant eroverheen bedoel ik. En daarboven dat flapje, dat klap ik daar dan weer overheen. Zo heeft hij een mooie stevige rand. En twee lagen, nou bijna drie hè, met die lijmflap aan de onderkant opzij. Zo is die lekker stevig. En ik leg altijd graag mijn gelijmde gedeelte op de tafel, zodat ik hem goed stevig tegen de tafel kan aandrukken. Nu vouw ik eventjes die randen naar buiten, zodat ik er gemakkelijk lijm op kan doen. En daarna klap ik ze allemaal naar binnen en plak ze stevig vast. Zo is de bovenrand ook steviger dan wanneer je daar alleen maar een snijrand hebt. Kijk, en hier kan je best goed zien dat ik die ietsje smaller heb geknipt dan dat het zijwandje is. En dat heb ik gedaan omdat anders daar zo'n prop van papier bij elkaar komt, dat het niet goed past. Als je dat niet mooi vindt, dan zou je het iets preciezer, iets fijner richeltje weg moeten knippen. Want nu zie je een heel klein beetje wit. Ik vind dat niet zo erg, maar een beetje weghalen, daar ontkom je niet aan. Nou, en dan is mijn bakje klaar. Even testen of het erin past. Dat is goed gelukt. Er kunnen er zelfs nog meer bij. Ik heb nu vier blokjes. Oeps, eentje heeft allemaal kleine stukjes. Die vallen er nu uit. Dus ik kan hem beter op de kop met het dichte gedeelte naar beneden in de bak zetten. Of in het bakje zetten. Maar zo heb ik in ieder geval een mooi bakje om deze blokjes in te doen. En ik heb ook nog A5 blokjes. Die zou ik natuurlijk ook erin kunnen doen. Maar dan heb ik te weinig aan één bakje. Dus ik besluit om nog eenzelfde bakje te maken. En deze ga ik 2 centimeter lager maken. Dan wordt dit bakje wordt het achterste bakje die ik nu net heb gemaakt, waar ik dan de A5 blokjes in ga doen. En dan ga ik er nu eentje snijden van 2 centimeter lager, waar ik dan deze 15 centimeter blokjes in kan doen. En dat ga ik op dezelfde manier doen. Alleen wordt natuurlijk mijn basispapier iets kleiner, dus dat ga ik even uitrekenen. En dan kom ik uit op 26 centimeter keer 25,5 centimeter. En ook de rillijnen worden straks dan anders op de 26 centimeter kant. En groter maken, dat kan niet, want het andere stuk was 30 centimeter hoog. En ja, een 12 bij 12 papier is niet langer dan 30,5 centimeter. Dus groter bakje maken, dat kan niet ervan. Maar kleiner dus wel, en dat ga ik nu doen. De twee rillijnen van 5 en 20,5, die blijven hetzelfde op de korte kant. Die maat is niet aangepast.
En dan ga ik nu uitrekenen op de 26 centimeter kant wat dan de rillijnen worden. En de eerste blijft 2,5. De tweede wordt 10,5. Dan 15,5 en 23,5. Dus de eerste rillijn zet ik op 2,5 centimeter. Oh, oeps, ik vergat mijn papier een kwartslag te draaien. Nu heb ik hem op de verkeerde kant gezet. Met mijn nagel probeer ik hem nog een klein beetje weg te moffelen. Nou ja, het is niet zo erg. Dus op de goede kant, 2,5 centimeter de eerste rillijn. 10,5 centimeter. Op de tweede rillijn, 15,5 centimeter. De derde rillijn en 23,5 centimeter, de vierde rillijn. En dan krijg ik zo meteen een bakje van 2 centimeter lager dan mijn eerste bakje. Verder ga ik hetzelfde te werk als hiervoor. Dus ik ga het filmpje versnellen, want anders wordt het misschien een beetje saai om naar te kijken. Het idee is vast duidelijk. Hier stop ik de versnelling eventjes, omdat ik er zo meteen achter kom dat ik iets anders doe dan bij het eerste bakje en dat het bij het eerste bakje mooier uitpakt. Wat ik namelijk heb gedaan is bij het eerste bakje is het kleine flapje vastplakken tegen de zijwand met dat bovenflapje eraan. En nu heb ik hem als eerst vastgeplakt tegen de zijwand zonder bovenflapje eraan. En daardoor komt dat kleine flapje onderaan die aan de bodem vastzit niet mooi tussen de twee lagen. En dat is voor de binnenkant minder fraai. Dus ik strakjes laat ik even zien wat het verschil is. Dat zit natuurlijk net zo mooi en stevig vast. Maar bij de andere zat dat mooi tussen die twee lagen in. En dan heb je een hele mooie gladde binnenkant. En nu heb ik daar een richeltje van die flap. Kijk, bij de zwarte is het mooi glad aan de binnenkant. En daar zie je die flap. Dus beter had ik het zoals de eerste keer kunnen doen. Het is geen ramp, maar voor als je hem toch na gaat maken, is dit een kleine tip van mij. Zo, en ook mijn tweede bakje is klaar. En dan wil ik ze nu aan elkaar gaan plakken, zodat ik een mooi setje heb. Dus een beetje lijm op de zijkant. Goed langs de randjes. Niet te veel, want anders spuit het er natuurlijk uit, maar wel dicht bij de randen, zodat ook die mooi stevig op elkaar zitten. En dan druk ik ze tegen elkaar aan. Nou, en dan is zo mijn eerste projectje van maak je paperpad op, je papierblok op, is klaar. Ik heb een reusachtig bakje waar ik mijn 15x15 centimeter blokjes en mijn A5 blokjes in kan zetten. Makkelijk doorheen kan gaan. Ik hoop dat ik ze dan makkelijker gebruik of eerder gebruik. En ook 2 scrapvellen van de 17 gebruikt. Dus we hebben er nog 15 te gaan. Ik heb nog wel een paar ideetjes, maar ik weet niet of het me helemaal lukt om hem op te maken. Maar dat is natuurlijk wel de uitdaging. Kijk, zo kan ik er handig doorheen. Ik vind het fijn. Ik ben benieuwd of ik je getriggerd heb om ook met je oude paperpads aan de slag te gaan. Ik zal ook de filmpjes van Shabby Dabby Duda linken hieronder, want zij doet totaal andere dingetjes ermee. Hopelijk tot de volgende keer waarin ik verder ga met de andere scrapvellen. Hele fijne dag! Doei doei!